Onze missie is om die hele tent af te breken en weer een stapje meer te doen dan dat je de vorige keer deed. Ezra en Gerben. Ja, ik lees jullie comments wel, hoor. Er komen steeds meer mooie namen bij, toch? En Kelvin! Kelvin! Joost! 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 Kom je nest uit! Skiwassen! Zo is hij echt het lekkerst, skiwassen. Ja, is lekker. Dat had ik even niet verwacht. Dat we die watermeloen V2 konden overtreffen nog. Bedankt voor jullie reacties op de vorige video. Ik heb wel weer lekker zin om video's te maken. En daarom staan we hier extra vroeg voor de gym. Het is veel minder stressvol om naar je werk te gaan. Dus dat scheelt al zoveel minder gezeik. Op zo'n hele dag, weet je. Je moet het zien als een benzinetank. Hè? Dat raakt gewoon op een gegeven moment, is die tank vol en dan spuit het eruit. In je gezicht. Net zoals met die 512, die klikt niet goed. En dan spuit het zo en dat kwam meerdere keren uit. Hey, we gaan vandaag arme supersets doen. Gisteren heb ik de 3 lifts toevallig eventjes op de woensdag erin gegooid. Ik was toch een beetje bezig met full body. Dus ik had deadlift, squat, en de benchpress gisteren gedaan bij Woetroe. En dan deed ik 172 squat, 222 deadlift en 132 benchen. Hier zit een last in die chest. Dat is, je kan er doorheen drukken, maar tegelijkertijd weet je van, het zit niet helemaal lekker. Nu Lloyd ook zijn pace heeft afgescheurd en alles. Ik vind, ik kan beter niet verder pushen dan die 132, zeg maar, op dat moment. Ik heb echt het gevoel dat hij anders gewoon ook eventjes gewoon doormidden breekt. 526 in de lift. Ik ben daarna nog thuis. Ben ik in de tuin gaan sprinten. Korte sprints. En ik heb zo'n tractorband. Ben ik die ook nog gaan flippen en alles. Ja, jongens. 6 weken zonder alcohol. Dat geeft je energie, hoor. En die moet je ook gewoon eventjes in de tuin even kwijt. Dat deed ik ook zonder shirt. Dus ik ging zonder shirt, zorgde ik dat het zonlicht alsnog op me kwam, ondanks dat het bewolkt was. Ik had Nio erbij lopen, die pakte de band van de Dodge. Die ging die dan flippen, dat was echt heel grappig, ja. Echt heel nice. Ja, dat was dan een beetje aan het einde van de middag. En korte sprints, dat stukje gras is ongeveer 50 meter. Dus dan doe ik een sprintje van 40 meter en dan afremmen, anders klap ik tegen de hek aan. En dat doe ik dan 20 keer of zo, nadat ik heb opgewarmd. En daarna dus nog die band flippen. Nou, dat is dus eigenlijk dus best wel goed om dat te doen, 1 keer in de week. Dus dat je echt buiten adem bent, dat je echt gewoon, bam, die sprints trekt. Daarna nog eventjes die banden flipt. Dat is wat je wil. En je hebt nog 1 dag in de week dat je een zone 2 cardio doet. Dus dat is eigenlijk cardio die je doet, dat je gewoon met elkaar kan praten. Dus dat ik bijvoorbeeld op zo'n zitfiets zit. En best wel gewoon een stevig tempootje heb, maar gewoon wel kan communiceren. Ja, dat gaat ten goede komen in je krachttraining. Ik was nooit van de cardio tijdens krachttraining, omdat ik dat eigenlijk mijn hele leven heb moeten doen voor het rugbyen. Het hoogste niveau rugby van Nederland. Moesten wij dus ook gewoon met dit weer altijd op het veld bezig zijn, actief. En dan ook nog dus deed ik dat daarnaast, om beter te worden voor het team, gewoon thuis hardlopen. Dus ik was altijd aan het hardlopen. Daarom was ik ook altijd zo licht. Op een gegeven moment kreeg ik daar gewoon een gruwelijke hekel aan. Dat je met elke weersomstandigheden moest je gewoon rennen en tackelen in de kou. En je hebt geen handschoenen voor je klauwen. Dat is nog het ergste. Want je moet de bal vangen en pasen. Maar daar word je wel lekker uit van. Dus als je er ooit wil rugbyen, gewoon doen, want dan word je echt tering hard van. Gelijk de tracks, Joel Beukers, Soundcloud. Kan je alles vinden, het zijn geen nummers, maar sets. Waarom? Je wil erin gezogen worden, je wil meegenomen worden door de DJ die steeds harder en harder gaat. En dat is precies wat je ook wil in de gym. Je hebt die intro van de set,
En dan doe je je warming up of neem je je scoopie. En dan laat je het gewoon gaan. Ik wil erin blijven. Ik wil erin gezogen worden. Ik wil die... Oh, is zo gewoon... Ja, ik... helemaal. Ik heb echt zin om te trainen dan, weet je. Ik denk, hé, ah! Oh. Gewoon de hele tijd. Gewoon... Het moet ook, zeg maar, emotieloos zijn, hè. Je moet gewoon zonder nadenken die schijven daar door het dak heen rammen. Zonder kattengejank door je oren heen. Of ratten die in de magnetron zitten. Veel beats per minuut. Dit is gewoon, dit verzin je. Dit is gewoon zelf verzonnen. Hoe dan? Ik zie gewoon een ventje of misschien een vrouwtje. Die al vanaf een achtste op de zolderkamer deze muziek maken. Net zoals Klaus Veen. Hé Klaus? Zie je, het stopt niet. Het gaat door. Gaan. Je moet een set maken van minimaal een uur, want dat is lekker ook om op te trainen. Waarin je gewoon eigenlijk elke 3-4 minuten denkt van, hij moet weer harder. Ja. Snap je? En nu weet ik al, er gaat iets komen nu. Het moet allemaal niet zo ingewikkeld zijn ook. Nee joh. Die Afrikaanse stammen van de oudheid, die hebben gewoon soms... 10 uur lang drums gewoon. Ja, precies. 10 uur lang. Dat is eigenlijk wat je wil. Dan kom je in een soort trance. Weet je wat ik het mooie vind aan december is? Dat je met heel veel mensen zit die gemotiveerd zijn. 2 januari wil je hier niet zijn, hè? Nee, 2 januari gaan ze allemaal weer beginnen. Ja, maar nu heb je de harde kern. Ja. Bij deze? Pak het balletje goed vast, druk hem naar beneden en dan even die pols nog naar buiten draaien zo. Bam! Het is echt die hoefijzer hier gaat keren. Gelijk door, superset. Zelfde kabelstation. Boom. Eentje ligt het ook voor de bicep. Nice en slow. Concentreer op de excentrische beweging. De oefening netjes uit te voeren nu. Ook met het achterhoofd van Lord. Met zijn afgeschudde bicep pace. Denk, nou, beter misschien wat rustiger trainen.
controleren of het er allemaal nog zit na al die jaren. Die gebrok. Even kijken of ik niks heb gebroken. En Peet? Nou. Koud, hè? Nou, het is hier rondom koud. Oh. Door die kou heet het ook nog alles. Is dat fijn? Ja. Wat een mooie dag is het vandaag. Ik ga even Buffeltje eventjes bellen en kijken of hij de steaks nog heeft. Want ik wil eventjes grasgevoerde steaks hebben gewoon. Oké, doei!